jongens, welkom bij een nieuwe video. Het is een spontaan idee van mij, maar ik had super veel zin om een sushi mukbang op te nemen. Ik heb ook echt sushi besteld voor deze mukbang. En ik wil eigenlijk, ik ben echt super moe, maar mijn bedoeling is eigenlijk om er niet een soort van Q&A mukbang van te maken. Want tegenwoordig zie ik op YouTube eigenlijk meer mukbang. En dan klik ik erop en dan is het eigenlijk meer gewoon een Q&A. Dus ik wilde bij een nieuwe sushi tent die ik niet kende heel veel lekkere verschillende sushis testen. Kopen en laten zien en lekker eten. En ik heb een microfoontje en gewoon echt een mukbang. Gewoon lekker over het eten. En als ik wil kletsen en er zin in heb, dan doe ik dat ook. Dus ik heb besteld bij Daily Sushi in Dima. De reviews waren nogal wisselend, dus ik ben heel benieuwd. Maar de sushi tenten waar ik anders kan bestellen, die hebben maar heel weinig keus. En ik ga ook even laten zien wat ik allemaal heb besteld. Het is echt duur. Het is voor 36 euro. Ik wilde gewoon echt een goede mukbang opnemen. Normaal bestel ik niet sushi voor 36 euro. Ik heb bijna anderhalf uur moeten wachten. Maar nu is het er en ik ga het openmaken. Zo, wat is dit voor knop? Het is al donker buiten, dus ik film met een softbox. Maar mijn softbox lamp was stuk. Dus Ruup heeft heel lief voor mij de sterkste lamp die er was bij de karwei gekocht. Dus het is misschien een beetje warm qua tint, maar ja. Oeh! Oh, wat hoop ik. Ik hoop zo dat het goed is. Het ruikt goed, het ruikt goed. Ik heb reviews gelezen van het is echt hemel. En reviews van het is echt niet hemel. Oké. Ik hoop maar dat het gewoon een beetje zichtbaar is. Zalm sashimi besteld. Ik weet niet of iemand geïnteresseerd is in de prijzen. Meestal vinden mensen het irritant. Maar oh my god, het ziet er lekker uit. Het enige wat ik heel jammer vind is dat er bruine stukjes van die stukken in de avocado zitten. Van die harde. Maar oh... Maar dit heb ik niet besteld. Oh nee, wel. Lekker. Dit zijn... Weet je, ik ga het gewoon even laten zien. Want het moet even. Ik heb 7 plakken zalm sashimi. Dan heb ik futomakis. De ene is een vegetarische met echt, ik denk, ei, komkommer. Ik weet niet hoe dat andere heet. Dat bruine, ik had het gegoogeld. Maar mayo, dus omelet. Was het denk ik. En het andere van die viseitjes. Dat is de California met krab. En ook omelet, avocado, margarine, die zwarte puntjes. Dat vind ik wel chill. Maar het ziet er goed uit. En ik las ook dat het kleine stukjes zijn. Maar sorry. En dit is dan een maki set. Komkommer, zalm. En ik had gevraagd, mag ik alsjeblieft in plaats van tonijn ook zalm? Dus ik heb zalm gekregen. Super chill. En oshinko. Dan hier de zalm avocado. Uramaki. En 2 keer... De Abby Fry oerenbakje. En het ziet er super lekker uit. Het is wel fijn als jullie namelijk even zien wat ik pak. Ik heb ervoor gezorgd dat de sushi ook in beeld is. Maar het is altijd lastig. Ik wil het liefst echt zo de sushi en mezelf in beeld. Maar het lukt er niet. Dus als het goed is, is de sushi een beetje wazig. We zien het wel. Wow. Oh, maar 2 setjes stokjes. Dan vinden ze het voor 2 personen. Top. Het is echt veel, maar ik heb... Het is weekend en er is geen eten in huis. Het is al donker buiten. Ik heb echt honger. Oké. Oh, hij is nog een beetje lauw warm. Dat vind ik zo chill. Als sushi nog lauw warm is. Het is echt veel. Maar ik, zeg maar als je bestelt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dan denk je dat het eigenlijk nog meer is. Hebben jullie dat ook? Ik vind het gewoon saai. Kijk, ik ben iemand die altijd de nigiri met zalm neemt eigenlijk. En avocado... Zalm en Abby uramaki. Dat zijn echt mijn lievelings. Maar ik vind het altijd zo saai, ook bij video's, als mensen alleen maar dat nemen. Ik wilde gewoon echt even dingen proberen. Dit is trouwens de wasabi. Ik zeg heel vaak wasabi, maar dat komt omdat mijn moeder dat altijd zei. Wasabi. Ik doe best wel wat. Ik hoop maar dat alles een beetje te zien is, jongens. Oh, ik zat nog wel te denken van, oh, die futomaki. Die zijn echt een drama. Met voor de camera je mond doen. En ik wil er niet te veel uitklikken, maar dat wordt echt een drama. Oké, ik ga beginnen met de sashimi. Maar even, hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb vet veel plakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plakken gekregen voor 7 euro. Volgens mij moest je 8 plakken, maar het zijn ook nog best wel dikke plakken. Holy. Als dit lekker is, dit vind ik heel chill, want dit kan ik ook gewoon nog bewaren. Hij is niet zo dat hij als boter
in je mond kapot valt. Hij is wel, je moet er wel een beetje op kouwen. Maar de smaak is goed en hij stinkt echt totaal niet. Dus volgens mij is het echt wel vers. Ik ga die echt uitzetten, denk ik. Nu de zalmakkie. Oh. Ja, de zalm is net een beetje taaiig, maar wel oké. Ik ben echt zo'n structuur. Oh, ik had al gehoord dat de sushi dus een beetje uit elkaar valt. En dat merk ik nu ook. Zo'n structuurpersoon. Deze moet ik even met mijn hand eten. Dat als de sushi dus een gekke structuur heeft, de zalm. Ah. Mmm. Maar even voor 7 euro, hoeveel sashimi is dit? Dat is echt niet normaal. Ik heb eens een beetje rugpijn. Oh, ik ga zo'n foto proberen. Hoe dik is die ook niet? Zo, de ju. Ik wil het eigenlijk... Dit past bij mij niet in één keer in mijn mond, hoor. Echt niet. Oh god. Ik ga het doen, ja? Nee, het kan niet. Past niet. Dit is zo groot, dat is echt aso. Om te laten zien. Lekker. Maar ik vind die dingen wel heel groot, hoor. Ik wil zeg maar niet lelijke stukjes eruit knippen, want dat is gewoon real life. Maar bij dit is het zeg maar dat ik ook het echte leven echt mijn hand ervoor zou doen. Want je mond gaat gewoon open terwijl je het eet, want het niet past. Maar het is heel lekker. Maar ik zou het liever gewoon in... Ik vind het altijd zo... Ja, ik eet hem liever dan door de helft, denk ik. Ik ga nu die vega proberen. Ja, ik ga hem echt even met mijn handen doen, hoor. Uh-oh. Die vega's zijn altijd zo lekker crispy of zo. Het is trouwens geen geweldige sushi. De zalm is gewoon oké. De avocado is een beetje net hard. Zeg maar hard met zwarte stukjes erin. Sushi valt een beetje uit elkaar. Maar het is wel echt gewoon chillen sushi. Als je helemaal niet... Als je gewoon een beetje kritisch maar bent, dan is het echt heel chill. Ik ben altijd een beetje overdreven kritisch. Omdat ik gewoon best wel veel sushi heb gegeten. Ga je vergelijken, weet je wel. Van, oh, die sushi van Genki, oh, die valt echt uit elkaar in je mond of zo. Maar ik hou niet eens heel erg van kleefrijs. Dus ik vind deze best wel chill. Het is echt wel lekker. Ik heb natuurlijk een microfoontje, dus jullie horen denk ik wel. Het is gewoon, ik zou die sashimi niet nog een keer bestellen om die reden. Terwijl de smaak echt lekker is. Ik denk echt wel dat het vers is dat ik al zei. Kijk, hier zie je ook. Even zien, maar deze valt echt uit elkaar. Ik weet dat heel veel van jullie willen dat ik heel veel vertel over mijn persoonlijke leven. En ik was natuurlijk altijd ook heel persoonlijk. Ik vind dat ook heel leuk. Maar het punt is dat nu ik fulltime werk... Ruben wil ik zeggen. Noah. Nee. Als ik over mijn werk praat, praat ik niet alleen maar over mezelf. Ik praat dan ook over anderen. Sorry dat ik trouwens echt een soort boos ga uit mijn ogen kijken, maar het komt gewoon omdat ik moe ben. Maar goed, ik praat dan ook over anderen. Dus ja, op een gegeven moment als je dan zo'n baan hebt, al helemaal als juf, kun je gewoon niet meer
gewoon vertellen wat je wil. Ik wil je van alles vertellen, maar snap je, dat kan gewoon niet. Allemaal vragen, wil je wat vertellen over je werk? En zeg van, ja, dat is een beetje privé. Nou, vertel dan hen hoe het bevalt. Eigenlijk is dat altijd privé. Ik heb het gelukkig echt naar mijn zin op mijn werk. Maar stel dat ik het niet naar mijn zin had. Ik ben iemand die het liefst gewoon vertelt van, nou, ik vind het niet leuk. Maar dat zou niet kunnen. Want het gaat over je baan, snap je? Dus ik denk ook dat bijvoorbeeld oudere kijkers dat misschien beter begrijpen. Die snappen dat misschien meer. Of mensen die ook al een baan hebben. Van, het gaat niet alleen over jezelf. En dat kan je dan gewoon niet meer vertellen. Maar ik kan wel gewoon nu zeggen, van, het bevalt echt heel goed. Ik vind het heel leuk. Ik werk nu dus fulltime in groep 3. En ja, het is wel een zware baan als juf, want er gaat heel veel werk in zitten. Maar ik krijg er ook wel veel voor terug. Het is gewoon een hele leuke baan. En meer zeg ik er eigenlijk niet over. Ik zeg alleen nog wel dat ik had bijvoorbeeld 2 weken geleden geen video online. Ik heb geen vlogs meer. Oh, wat doe ik nou? Ik wil zeker blijven YouTuben, maar er is heel weinig tijd voor. Want ik ben door de week echt wel elke dag moe. En het weekend eigenlijk ook, maar dan wil je gewoon of chillen of leuke dingen doen. En als je dan ook nog YouTube op de planning hebt staan, is er best wel weinig van je weekend over. En ik wil die tijd wel opofferen, maar ik merk gewoon dat ik ook nu... Dit is trouwens de zalm avocado uremakkie. Normaal was ik heel erg... Bobby, je maakt heel veel herrie. Ik vind dat kan niet. Normaal was ik door de week ook heel veel bezig met in de winkels kijken. Wat voor video's wil ik maken, of shoplogs of testdingetjes. Maar daar ben ik nu gewoon niet meer bezig, want ik ben gewoon echt heel erg met mijn werk bezig. Dus ik had nu bijvoorbeeld ook, normaal heb ik hele lijsten met wat ik wil gaan filmen, maar nu had ik dat bijvoorbeeld ook niet. Dan heb ik nog AliExpress squeezies liggen, maar dan heb ik bijvoorbeeld even geen zin om dat te gaan filmen. Dus ja, het is wel lastig en iedereen vindt on the go heel leuk, ik ook, maar besef je even hoeveel werk dat is. Er zijn best wel weinig dingen die ik on the go leuk vind om te testen. Dus misschien moet ik ook mijn serie een beetje aanpassen. Dat het niet alleen on the go is, maar gewoon een soort smaaktest. Want on the go, als je even kijkt naar de laatste met de sushi. Ik moest echt steeds naar steden toe met de auto om daar die sushi bijvoorbeeld te gaan halen en het dan filmen. En het is best wel een werkje. En al helemaal met die ontbijtjes toen. Wow, deze sushi. Met die ontbijtjes toen moest ik ook nog eens voor 10 uur 's ochtends of zo, weet je wel. Dus dat kan al maar 2 dagen in het weekend. Oh, dit wordt echt een drama. Ik vind hem wel heel lekker. Het is zo onhandig, maar die smaken bij elkaar zijn echt heel lekker. Veel heb ik, hè? Oeh, het is echt veel. Ik vind die makkies. Ik bestel het eigenlijk nooit, maar ik had nu zo'n setje voor 5 euro. Dacht ik, oh leuk. Ik vind ze best wel lekker. En die afwisseling vind ik ook wel heel chill. Dan geniet je wel meer. Normaal heb ik 3 dingen liggen, dan geniet je er op een gegeven moment minder van. Ik ga nog even een Abby nemen. Noah vindt het zo lekker. Tegenwoordig als ik op straat of in de supermarkt of zo herkend word, zegt bijna iedereen. En grappig, mensen zeggen dan, ik kijk elke dag je video's. En dan denk ik altijd van, wow, ik plaats helemaal niet elke dag. Maar misschien kijken mensen terug of is het gewoon lief bedoeld. Maar dan zeggen mensen altijd, echt 90% zegt,
Mijn lievelingsvideo's zijn je mukbangs. Ik heb pas 2 keer een mukbang opgenomen. Na 3 ook een watermelon mukbang, maar die heb ik weggehaald. Zo, ik begin vol te zitten. Dat vind ik ook altijd zo stom. Dan kijk ik video's en dan zeggen mensen, ik heb zoveel besteld. En dan denk ik, stel je niet aan. Maar ik heb dat nu zelf ook. En met Christina heb ik een mukbang gemaakt, maar dat was op haar kanaal. Wow. Maar dan zeggen sommige mensen ook, ja, dat je die sushi ging testen. Dan denk ik van, oh, dan bedoelen ze dus waarschijnlijk ook on the go mee. Maar ik vond het echt wel weer tijd voor een mukbang. Komt hij weer, Futomaki? Oh, no. Oh, als ik dat erin laat, is echt smerig. Die avocado is rauw. Rauw. Ja, een beetje. Ja, je lust het wel, Manuel, hè? Dit is zoveel. Zo lekker, die futomaki. Je proeft echt gewoon crispy, zacht, verschillende smaken, verschillende structuren, een beetje mayo. De rijst is ook best wel zuurig. Check even als dit gewoon echt lekkere zachte zalmas geeft. Hij ziet er zo lekker uit. Ja, ik dacht dus dit keer, ik ga geen nigiris bestellen. Ik ga lekker sashimi doen. Want ik vind eigenlijk sashimi lekkerder dan die nigiris. Ik hoef niet al die rijst de hele tijd. Dit moet je echt goed in de sojasaus dompelen. Bobby, je ademt weer zwaar. Oh, ik moet hem eigenlijk even weghalen. Hij bijt het moeilijk door. De smaak is zo lekker. De smaak is echt lekker. Maar het is een beetje zoals die... Rup en ik haalden dat, dat zalmhaasje van Albert Heijn. Daar maakten we sashimi van. Daar smaakt het een beetje naar. Oh nee. Soms moet je hem dan de andere richting op bijten. Maar dan is hij echt heel taai. Ik denk dat ik de rest eigenlijk misschien... zo heel kort in de magnetron ga doen. Dat hij dan een beetje gaart. Want ik vind hem echt een beetje te taai. Maar die smaak. Volgens mij is het eigenlijk wel gezond als ik zoveel sashimi zou eten. Zoveel rauwe vis. Maar dit kan je denk ik toch wel prima... Ja, je weet... Je denkt, ik kan het nog wel even in de koelkast bewaren, maar... Je weet nooit hoe vers het is natuurlijk, hè? Oh, ik hoorde laatst een verhaal. Ik las het over de Subway. Dat die kip, bijvoorbeeld in die bakken, er is 1 soort kip. En dat had een Amerikaanse Subway-medewerker laten weten. Die mag volgens de regels 2 dagen liggen of zo. En dat lieten ze dan wel eens 5 dagen liggen. Echt heel goor. Lekker die Oshinko. Lief, je ademt heel zwaar. Moet je niet doen. Je bent zo lief. Zouden jullie al tot hier zijn gekomen met eten? Laat het even weten. Oh, ik vind het zo leuk dat ik weer een mukbang heb. Echt wel leuk. Maar ik merk wel dat ik dus echt normaal... Mensen vinden mij dus altijd zeiken, maar ik ben gewoon kritisch. Normaal had ik echt al lang veel meer van deze genomen. De Abby is ook niet zo geweldig. Die in Wees bij Sushi Supply is best wel lekker, maar ik vind die echt best wel duur. En die zalm vind ik daar echt stinken. Er zit sla in. Oh. Waarom? Dat is het. Waarom doe je... Sla. Ik las al bij een review dat iemand zei, waarom doe je rucola erin? Hier. Die gewoon die... wat is het? Niet veldsla. Hoe heet dit? Eikenblad? Zulke sla. Dat is helemaal niet lekker in sushi. Vind jij van wel? Wat is dat gekke smaakje? Ik denk wel, want er zit een smaakje in die ik niet lekker vind, maar hij is maar heel licht. Nou inderdaad, die sla heeft maar een hele lichte smaak, maar... Ja, kijk, het is alleen maar een garnaaltje.
En normaal doen ze er nog avocado bij of zo. Er zit wel chilipoeder op, dat is wel lekker. Er is een jongen bij mij op school. Echt een schatje volgens mij. In de bovenbouw. En die vraagt steeds wanneer ik weer een sushi met mij ga opnemen. Dus ik hoop dat hij dit kijkt. Ik ga steeds denken van wat zou ik bewaren voor Ruup? Hij vindt dit niet zo lekker, denk ik. Kijk, deze valt echt open. Vinden jullie dat dan erg? Ja, ik vind dat niet zo heel erg. Het zijn stukjes, echt. Het ziet er toch echt heel lekker uit. Ik vind het echt lekker uitzien. Lezen jullie dan ook de reviews? Want ik las dus van, ja, het oog wil ook wat. Bij meerdere mensen. Ja, ik vind het er juist lekker uitzien. Ik had op Snapchat, sorry, ik heb altijd droge lippen. Op Snapchat gezegd dat jullie vragen wilden stellen, dus ik had mijn snap weer even opengezet. Maar sorry, ik heb uiteindelijk gewoon eigenlijk geen zin om vragen te beantwoorden. Want het... ik zal dit vragen aan jullie hoor, maar mij stoort het dus heet het als mensen alleen maar vragen beantwoorden in video's. Bij mukbang wil ik, bedoel, je gaat, de bedoeling is toch dat je zo'n aan tafel gevoel hebt en mensen gaan toch ook niet aan tafel vragen beantwoorden. Dat is super irritant, een soort vragenvuur. Zo. Ik ben echt erg. Ook als ik een bord pasta heb. Schept Ruben op, heeft hij gekookt, geeft hij me zoveel pasta. Dan zeg ik, wil je alsjeblieft minder geven? Als ik het eenmaal heb, eet ik het op. Omdat ik het zo lekker vind. Maar eigenlijk zit ik nu echt vol. Ja. Ik ga dit bewaren. Ik ga dit denk ik echt bewaren. Maar ik denk altijd, wow, ik film al 27 minuten bijna. En voor mijn gevoel heb ik bijna niks verteld. Ik ga Noah die Abby Fry stil geven. Dat vindt hij heel lekker. Noah? 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 Maar daar ben je. Kijk eens, Bobby. Is dat normaal? Kijk eens, Bobby. Nu gaan mensen mij heel vies vinden, zeker. Zien jullie hem? Nee. Het is toch heel raar dat hij dat eet? Dat is keihard, joh. Oké, jongens, ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ergens, heel binnenkort, komt er een winactie online. Superleuk. En op mijn Instagram staat trouwens ook al een hele leuke winactie. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden, dat ik niet al te moe was. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En volg me verder op social media, want daar ben ik op zich wel actief. En dan zie ik jullie weer hopelijk volgend weekend. Doei!